Vind je het schilderijen? Als ik dit zo bekijk, zeg ik op dit moment zijn er toch iets te veel storende elementen nog in het schilderij. Als ik kijk naar bijvoorbeeld naar het panorama, daar houdt de schilder ook bewust de moderne tijd uit het schilderij, om het niet te verstoren. Je ziet bijvoorbeeld geen vliegtuig, je ziet geen auto's rijden. Die heb je hier natuurlijk wel, dus je kan het niet meer helemaal wegdenken. Maar het benadert heel dicht de situatie toch van, laat zeggen, de jaren 50 en de jaren 60. Vragen. Ja hoor. Eigenlijk zijn we op zoek naar dit soort bloemmeisjes. Ik denk dat dit meisje vroeger niet zo in de tulpen mocht lopen, want dat werd te veel beschadigd met die het verspreiden van virus ook. Hè? Ja. Ze lopen wel rond in Keukenhof. Maar dat is meer een beetje voor als je binnenkomt. Tot een beetje, maar voor de rest. Folklore. Ik heb ze nog nooit gezien. Ik zeg niet dat ze er niet zijn, maar ik weet het niet. Is het eigenlijk wel zo moeilijk om van tulpenvelden te houden? Een Indiaanse filmploeg is de halve wereld overgereisd voor een dansscène tussen de tulpen. Zij vinden het niet ingewikkeld om Holland te dromen. Gele tulpen en een bloemenmeisje. Zo eenvoudig kan het zijn. Er zijn psychologen die beweren dat we ons hele volwassen leven op zoek zijn naar het paradijs van onze jeugd. Als dat waar is, en waarom zou het niet waar zijn, dan probeer ik steeds weer in alles het beeld terug te vinden van een gelukkig jochie, liggend op zijn buik in het frisgroene gras, spierend naar grutto's, te midden van rustig grazende koeien.